alles wat ik wou was met koeien te maken hebben. En ik melk ook al van mijn 11 jaar de koeien alleen. Dus ja, we zitten er eigenlijk altijd al in. Ik ben altijd met de papa buiten geweest en dat is niet meer veranderd. Mijn grootouders zijn hier in de jaren 70 gekomen boeren. En mijn vader heeft overgenomen in 1989. En mijn grootouders hadden melkkoeien en varkens. Mijn vader is gestart met 50 melkkoeien en heeft het bedrijf nu uitgebouwd tot 160 melkkoeien. Ik til door het moment zo in de melkstal, 's morgens of 's avonds, en ik kijk op die koeien en ik denk, ja, als ik dit nu niet meer kan voortzetten, wat moet er dan met mij? En zou ik moeten gewoon meer nog buitenshuis gaan werken of niet? Want hè, misschien zet ik nu een grote stap en ik kom nu op dat kant op het moment van, we moeten op tijd een deel overnemen, want op tijd die zware leningen aangaan, want anders ik op mijn pensioen kan ik nog niet verder. En ik weet dat van mijn ouders, dat die dat ook zeggen, van op mijn 40 was de overname rond en was dat terugbetaald en dan kunnen voort. Hè. En ik probeer de dokter zo mogelijk te regelen, maar het is zo onzeker en we hebben zo geen toekomstperspectief op dit moment, dat heel moeilijk is. Ja. Dat is mentaal is dat eigenlijk best zwaar. Dat zou ik, als 19-jarige vind ik, of daar zijn mijn vrienden toch totaal niet mee bezig, of als ze hun job nog kunnen voortzetten of al is het in een bouwhout, die zijn er allemaal niet mee bezig. En, ik zit er dagelijks in. Als ik Ville binnen 10 jaar hier op het bedrijf kom bezoeken, wat ga ik dan zien of wie ga ik dan tegenkomen? Ik hoop een gelukkige ondernemer die het vol trots nog altijd verder werkt als het product. En die nog met vol ideeën zit, wat ik nu ook zit. Met vol ideeën en vol nieuwe stappen aan het zetten. Ja. Hopelijk heb ik dan een groot deel van de overname gedaan. Dat is ook de bedoeling. En dat wij nog altijd samen met mijn vader het bedrijf kunnen voortzetten. Dat wij altijd nog samenwerken. Dat is mijn groot doel eigenlijk. Ja.